Ik zal laten zien hoe je tomaatjes dieft. Want dat is iets wat veel mensen toch nog wel heel lastig vinden om te doen. Diefjes, dat zijn zijtakjes die in de oksel van de bladeren van de tomaat ontstaan. En in principe probeert de tomaat een nieuwe tak te maken. Nou, dat diefje zuigt energie weg en zorgt ervoor dat je een veel te bossige struik krijgt. En door die diefjes weg te halen zorg je ervoor dat de energie van de tomaat omhoog gaat en in de vruchten. En dat is wat we willen. Nou, als we deze plant hier zien, zien we hier twee diefjes. Heel duidelijk wat we doen. We pakken dat diefje en we breken hem er gewoon uit zo. Daaronder zit er nog één. En hop, het is klaar. Overigens kan je die diefjes vervolgens weer stekken. Door ze gewoon in een potje te doen met een plastic folietje of een boterhamzakje eroverheen. En dan krijg je weer een nieuwe tomatenplant die je door kan telen. Dus zo kan je eigenlijk het hele seizoen door nieuwe tomatenplanten maken voor jezelf. En soms worden die diefjes ook heel groot. Want het gekke is dat ook al loop je er elke dag doorheen, je mist toch de dieven. En op een of andere manier fopt die plant jou. Hier zit een hele grote. Kijk, die breek ik eruit. Eerst naar voor en dan naar achter. En dan hou ik dus vervolgens een hele grote dief over. Dat zou een prachtige stek zijn trouwens.